Welkom, mijn naam is Sandra IJsbrandy en ik ben een onwijze fan van groenten. Nu is het advies om per dag 200 gram groenten minimaal te eten. Maar dat haalt bijna niemand. En daarom vind ik het zo leuk om jou te inspireren om meer groenten te gaan eten. En op een misschien iets andere manier. Zoals deze groenteburgers met bulgur en kruidendip. En voordat we gaan beginnen ga ik je laten zien wat je allemaal nodig hebt. In de groenteburgers gaan natuurlijk groenten en ik gebruik daarvoor een courgette. En één winterwortel. Nou, we gaan ook een uitje en wat knoflook gebruiken. De kruidjes liggen nog allemaal lekkere verse kruiden in. Peterselie, dille. Ik heb hier wat munt staan. Die gaan zo bij de yoghurt en dan maken we een kruidenyoghurt van. Nou, dan het beslag van de burgertjes. Daar gaat nog wat geraspte kaas in. Havermoutvlokken. Een eitje voor wat binding. Fijn gemalen havervlokken gebruiken om ze lekker een laagje te geven van bloem. Een beetje krokant te maken. De bulgur die we erbij serveren, die ga ik koken. En dan ga ik lekker zoete rozijntjes doorheen mengen. Het wordt een ongelooflijk lekker gerechtje. Goed, we gaan beginnen met het beslag van de groenteburgers. Daarvoor pak ik een kom en ik begin met de courgette. Even wassen. Nou, en die courgette die bevat wel heel erg veel vocht. Dus wat ik ga doen, ik heb hier alvast een kom klaargezet. Daarin zit een vergiet. Ik heb er een theedoek in gehangen. En ik ga heel eventjes, als ik die courgette geraspt heb, ze eventjes in het vergiet met de theedoek leggen. En dan het vocht er een beetje uit laten lopen. In zo'n courgette zit wel heel erg veel vocht. Dus het te veel knaap ik er dan een beetje uit. Dan gaat dat als eerste hier in de kom. De punten bij elkaar. Dan geef ik hem zo'n draai. Wortel ook wassen. Die schil ik niet. Dan kan je gewoon de schil lekker laten zitten. Er zit gewoon lekker smaak aan. Er zitten voedingsstoffen in. Dus waarom zou je het afhalen? Ook een raspen op de grove kant van de blokrasp. Nou, ik ga ondertussen even kijken hoe het met de courgette is. Heel veel vocht er zelf al uitknijpen. Bij dit groentemengsel gaat kaas. En gebruik daar, ik doe extra belegen kaas. Het heeft gewoon lekker smaak. Pittige smaak, maar het smelt wel. Dat is belangrijk. Havermoutvlokken. Die geven een beetje structuur daaraan. En ik begin met het beslag van deze groenteburgertjes, omdat het eventjes in de koelkast moet opstijven. Het is natuurlijk toch een andere massa, zeg maar, die je hebt dan dat je bijvoorbeeld half om half gehakt of zo zou gebruiken. Dat is allemaal wat smeuiger. Wat peper en zout, natuurlijk. En wat ik heel erg belangrijk vind altijd, is om kruiden toe te voegen aan je maaltijd. Het geeft gewoon heel veel smaak. Verse peterselie smaakt dan heerlijk. Als je maar verse kruiden toevoegt. Nou, en dit is het. Dit is het beslag voor de burgers. Nou, kind kan de was doen, toch? Kijk, ik knijp echt best wel een beetje. Terwijl het beslag van de groenteburgertjes in de koelkast staat, even op te stijven, een minuutje of 10, maak ik de kruidenyoghurt. En daarvoor gebruik ik een lekkere, dikke yoghurt. Griekse yoghurt is daarvoor heel erg geschikt. En die gaan we helemaal op smaak brengen, natuurlijk met kruiden. Verse platte peterselie. En dat maakt die yoghurt of die dip ontzettend smaakvol. Nou, wat blaadjes munt. Mooi fijn hakken. Kruidjes door de yoghurt. Nou, ik zie peper staan en zout. Ik heb hier citroen. Erg lekker. En gebruik dan de rasp en de sap. Zorg wel dat je het wit niet mee raspt. Dus ik haal hem eigenlijk in één beweging steeds over de rasp. Een beetje sap van de citroen. Nou, natuurlijk knoflook. Maar die moeten we ook weer mooi fijn raspen. Want anders krijg je van die stukjes. Dat vind ik niet lekker. En dan is de kruidenyoghurt klaar. Als die meteen lekker smaakt, dan heb ik hem al af. Heerlijk. Goed veel knoflook. Best wel wat peper. Maar en al die verse kruiden, jongens. Dat is echt zo lekker. Straks bij de bulgur. Die heb ik al afgekookt. Maar die ga ik nog even ietsje lekkerder maken met
lekkere zoete rozijntjes en ik ga een uitje bakken. Maar eerst maar eens kijken hoe het met het beslag van de burgertjes is. Kijk, nu voelt het allemaal mooi smeuig. Perfect. We gaan er burgertjes van maken. En dan heb ik een trucje wat ik altijd heel erg graag gebruik. Dat is mijn ijsschep. Als je het niet hebt, is het natuurlijk helemaal geen probleem. Maar ik vind het makkelijk. Dan krijg je allemaal gelijke hoeveelheden. Dan krijg je zo'n heel mooi bolletje. En dan is het een kwestie van aandrukken. Ik heb wat van de havervlokken fijn gemalen. En dan krijg je haverbloem. En die kan je dan zo mooi een soort van coatingje aan je burgertjes geven. Ook helemaal perfect. En dan kan ik ze bakken. Ik bak in olijfolie. Daar zijn de meningen nogal eens over verdeeld. Of je wel in olijfolie mag bakken. Maar olijfolie is een enkelvoudig verzadigd vet. Dus het is redelijk stabiel. Dus ik ga niet, mag niet walmen. En je moet ook niet de olie alvast erin gooien en dan je pan verwarmen. Maar het is belangrijk dat je eerst de pan verwarmt, dan de olijfolie erin. En dan verwarm je het dus, maar het gaat niet heel erg heet worden. En daarmee voorkom je dus dat die olijfolie te lang verhit wordt. En dan verlies je weer voedingsstoffen, want ook olijfolie zit bomvol goede voedingsstoffen. Vitamine E, antioxidanten, en die wil je juist. Ik heb de kruidenyoghurt voor zo direct al klaar, maar ik heb lekker bulgur afgekookt. En dat vind ik lekker om dat eventjes te bakken met een uitje. Dus uitje snijden. Ik ben gewoon ongeduldig, want deze ziet mooi goudbruin, maar ze gaan gewoon heel rustig. En ze hebben echt wel een minuut of 10 nodig, dus laat maar lekker even. Goed, in deze pan ook wat olijfolie. En dan dus direct het uitje. Uitje lekker bakken. Nou, hier heb ik de rozijnen. Die moet je eventjes afgieten. Die mag zo door de bulgur. Krijgen we heel lekker zoetje. Nou, eens even kijken. Ja, kijk, nu komt hij mooi los. Dan wordt hij mooi goudbruin. Wauw. Prachtig. Gewoon rustig zijn gang laten gaan. Je ziet dat uitje zo heel lekker goudbruin aan het kleuren is. En ja, dat is ook het moment dat het goed smaakvol is geworden. En doe dat niet te kort. Er staat heel vaak in recepten glazig bakken van het uitje. Nee, gewoon lekker goudbruin bakken van dat uitje. Want dan krijg je smaak. Bulgur. En die heb ik dus al gaar gekookt. Het is gewoon leuk om een beetje af te wisselen. En niet altijd aardappelen, rijst of pasta te eten. Doe een keertje bulgur. Rozijntjes. Die heb ik geweld. En die roer ik nu door de bulgur heen. Ik ga er een mooi bordje van maken. Een schepje bulgur. Met rozijnen. Mooi verdelen over het bord. Nou, ik vind lekker 3 per persoon. Die leg ik er zo tegenaan. Nou, die kaas is lekker gesmolten. De groente mooi gegaard. Dordje kruidenyoghurt overheen. Die doe ik een beetje zo hier in het midden. Een mooi citroentje. Nou, groenten verstopt in krokant gebakken burgertjes. Wie wil dat nou niet? Eet smakelijk.